hier ben ik weer, die Leila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, we zijn beland bij de volgende video. Eventjes nog terug te komen, de vorige video van de woordenalchemie deel 8 hadden we het natuurlijk over muziek. Nou, en dat muziek invloed heeft op je water en dat het je kan terugbrengen naar herinneringen en emoties kan opwekken, maar ook je blij kan maken en ja, in een positieve vibe kan zetten, maar eigenlijk ook in een agressieve vibe. Dus het heeft enorm veel invloed. Nou moest ik natuurlijk enorm lachen, want ja... Ja, we zijn allemaal jong geweest en we doen natuurlijk nog steeds dingetjes waarvan je af en toe denkt van, oh my god, heb ik dat echt gedaan? En daar ben ik heel vaak een deel van, want ik maak altijd wel iets mee of dat ik achteraf denk van, nou, had ik dat nou wel moeten doen of moeten zeggen? Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. In ieder geval, ik heb vroeger op een rijdende school gezeten op de tijd dat wij nog in Nederland, af en toe in Nederland waren. Hè? Want wij reisden natuurlijk heel erg veel. En als ik dan terug in Nederland was, dan wilde mijn moeder niet dat ik mijn Nederlands verleerde. Want dan sprak ik allerlei soorten talen door de war. Dus dan zat ik op een rijdende school die van stad naar stad meereisde. Dus dat is een soort van community. Heel veel kermisexploitanten maken gebruik van de rijdende school. En dat is een school op wielen. Het is een woonwagen. En die reist dan van stad naar stad mee. Alleen in Nederland. Volgens mij nu ook tegenwoordig een stukje in België. Maar verder in andere landen ben ik het nog niet tegengekomen. Maar goed, ik weet nog dat we carnaval hadden op die school. Nou ja, ik heb een oudere zus. En ja, je weet het hoe het gaat als je als kind een oudere broer of zus hebt. Dan leer je natuurlijk heel veel van je oudere broer of zus. En ja, mijn zus die luisterde weer een andere soort muziek als natuurlijk dat ik deed als je een stuk jonger bent. En ja, ik weet nog dat ik een jaartje 7 of 8 of zo was. Dan had ik carnaval en dan had ik muziek meegenomen wat mijn zus heel graag naar luisterde toen de tijd in de 90e jaren. Hè? Nou, dat was me wat. Dus ik zet het liedje op en ik weet zeker dat jullie dit liedje kennen. Dat was I Want To Be Hippie And I Want To Get Stoned. Ja? Maar goed, ja, ik heb toch helemaal geen idee wat ik daar nou eigenlijk zong. Want ja, hoeveel mensen luisteren nou echt naar de tekst van een liedje? En daar ging ik veel beter naar luisteren toen ik steeds beter Engels ging spreken en mijn eigen songteksten ging schrijven. Want dan ga je veel meer luisteren dan, wat zeggen ze nou eigenlijk? En natuurlijk de kracht van, ja, gesproken woorden en poëtische, magische kracht eigenlijk. Hè? Dus hoe meer poëtisch het is, hoe meer het eigenlijk ook binnenkomt. Een soort van... Het rijmt. Hè? Het woord rijmt is natuurlijk al dat het ja, op één lengte ligt. Hè? Het rijmt met elkaar. Dus, hartstikke lachen. Dus ik mocht mijn muziek opzetten. En dat was dan ook nog zo'n zo'n versie. De hardcore versie ervan. Zeg maar, de echte hardcore. En dat begon het met orgelmuziek. Nou, dat leek wel, de Phantom of the Opera. Ik vond het helemaal fantastisch toen, hè. En ja, mijn oudere zus, die luisterde ernaar. En dan gingen er ook nog van die orgelstemmen, of weet ik, van die gospelstemmen. Nou, het was heel dramatisch en ineens... Ja, en toen was I want to be a pian, I want to get stoned by marijuana. I want to be when I wake up and be homeschool. Nou, en dan gingen die kinderen helemaal zo, hè. Je zak je stuiteren, jongen. 7 en 8 jaar, helemaal zo. En ik weet nog dat gezicht van die leraar. Die keek echt zo van... Ja, het is gedaan met deze planeet. De kinderen zijn helemaal ontspoord. Niks meer aan te doen. Dat was ook nog zo'n traditionele oudere meester, weet je wel. Zo'n paardje. Ja. Nou. En als sowieso achteraf... Ik heb echt... Nu pas leg ik een gigantisch in de deur. Want ik zie nog zo voor me hoe die kinderen helemaal uit hun dak gingen. En allemaal op marijuana. Denk je nou. Maar sowieso als je naar teksten luistert, jongens. Dat je echt denkt van hoe dan? En wat je vroeger helemaal enthousiast dat meezingen was. Hè? En nog hoor, er zijn heel veel mensen die helemaal niet doorhebben. Wat voor liedjes ze nou eigenlijk in godsnaam aan het zingen zijn.
Maar dan had je bijvoorbeeld de boom, boom, boom. Let me hear you say way up, way up. Boom, boom, boom. Let me hear you say way up, way up. Put your ass on my face. I like the way you pinch your taste. En denk je, oh, ja, dat hebben we allemaal meegezongen. Hebben we allemaal meegezongen. En ik denk van, maar hoe durf je dat als artiest ook te zingen? Het is toch niet normaal? Het is echt een schandalig voor woorden, hè? Dat meen ik echt. En dan had je nog, ja, was ik een jaartje of vijf. Had je dat liedje van, I am so horny, I am so horny. En dan was ik jaartje of vijf, helemaal enthousiast mensen. I am so horny. En mijn moeder en mijn zus, als je niet mag dat je dat niet meer zegt, dat mag je niet zeggen. Zeg een verkeerd woord. Je moet zeggen, I am so hungry. Nou, I am so hungry, I am so hungry. Nou, dan ging je I am so hungry zingen. Hele goede oplossing, moet ik zeggen. Rijmde wel, hè. Maar dan denk je, het is toch erg schandalig eigenlijk, hè, wat er allemaal voor muziekjes zijn. Ook als je dan dat K3 en zo, hè, dat is echt niet normaal, hè. Als je hoort wat voor teksten die gebruiken. En bijvoorbeeld kusjesdag. Volgens mij kutjesdag wat ze zingen. Dat is niet normaal, toch? Dus je moet echt je kinderen, zitten ze helemaal te brainwashen. En te seksualiseren en allemaal dat soort dingen natuurlijk. En dan had je nog one and one. We having some fun in the bedroom all day, all of the night. Two and two of I wanna have sex on the beach. Dat mocht natuurlijk later niet meer, wat ik eigenlijk ook helemaal terecht vind. Maar ik bedoel, alleen dat nummer mocht dan niet. En de rest, als je van die teksten hoorde, denk je, oh my god. Weet je wel, waarom mag dat wel en dat dan niet? Ik ben er helemaal mee eens, maar I wanna have fun on the beach is later geworden. Come on, move your body. Ja, weet je? Je mag heus wel eens een keer een nummer dat je het even helemaal klaar mee bent. Van krijg toch allemaal de puntje. Van mij wat allemaal puntje. Nou, vind ik eigenlijk ook niet echt heel goed. Kindernummer is het ook nog. Ik bedoel, Siske de Rat, we kennen het allemaal. Maar het is best wel plat en grof. En het zijn allemaal negatieve woorden. Ik vond alles zo'n trieste film ook. Ik denk echt, my god. Ja, of een beetje kracht, dan heb je misschien een depressieve flow of zo. Of je bent een beetje emo, het is net uit met je vriend of vriendin. En dan wil je horen van I'm a survivor, I won't forgive, I'm a survivor. Nou, dat wil je dan horen. Yeah, I'm a survivor, I'm a survivor. En niet van Welcome to the candy shop. And look into the candy shop. Ja, dat heb je natuurlijk helemaal weer. Beyoncé en wie hebben we daar nog meer? Hoe heet hij ook alweer? 50 Cent. En ja, heel erg vulgair. En natuurlijk ook die vrouw en man willen ze natuurlijk ook tegen elkaar opzetten. Dan had je natuurlijk de feministische tijd. Dus er moesten feministische liedjes komen. Hè? En de vrouw die moest hekel krijgen aan die man. En die man die moest het vrouw maar alleen maar als prostituee zien. Want candy shop, dat is natuurlijk achter de ramen. Hè? Dat ze daar staan en het is een snoepjeswinkel. En dan denk je, ja, maar het is toch eigenlijk niet normaal hoe de vrouw wordt neergezet. En hoe de vrouw ook over die man weer moet gaan denken. Want ja, alle mannen gaan maar vreemd. En we kunnen het ook zonder de man. En ik ben onafhankelijk. En dan had je natuurlijk ook in deze tijden ook. Dat zie je gewoon heel erg. Ik bedoel, tegenwoordig zijn de vrouwen achter de mannen aan. Ja, de mannen die worden er helemaal bang van. Die worden helemaal... Nou zijn bijvoorbeeld de vrouwen die in de konten knijpen van de man. Ja, echt waar. En ik weet wel, eens vroeger moest je zeggen, ja, slaan. Mannen die stiekem aan je kont knepen. Ik heb op allerlei soorten vechtkunsten gezeten. Dus dan kon ik allemaal van die leuke handtrucjes. En als ik dan in de discotheek en dan had ik mijn hand al klaar. Dan denk ik, ja, je weet niet wat er gaat gebeuren. En dan lacht hij op de grond. Deed hij geen tweede keer meer. Maar goed, ja, en tegenwoordig heb je dus dat die vrouwen achter die mannen aangaan, ja? Die mannen worden gewoon gestalkt. En dan zeg je gewoon, die vrouwen die zeggen, ja maar, hij belt me niet terug. Ik zit de hele dag te wachten tot hij me terugbelt. Ik heb hem al 40 keer gebeld, maar hij wil me niet spreken. Dan denk ik, ja, waar is toch die tijd dat het andersom was geweest, weet je wel? Ik bedoel, het is echt helemaal veranderd, hè, deze tijd. En tegenwoordig heb je dus vrouwen die de mannen ten huwelijk vragen. En dan heb je heel veel van, ja, maar dat moet kunnen.
En sommige mannen ook, ja, dat moet kunnen. Ja, maar ik bedoel, echte mannen, die zijn toch ook wel een beetje vervrouwd geworden tegenwoordig, hè? En echte vrouwen zijn een beetje vermand geworden tegenwoordig. Ja, het is helemaal verdraaid. En dat is expres gedaan, hè, jongens. Ik bedoel, als je nu ook hoort altijd van mijn cliënten of van heel veel vriendinnen of vrienden, die komen om me spreken, want ik praat nogal veel. En dan hoor je tegenwoordig, hè, dat is al een tijdje zo natuurlijk, maar als ze uit eten gaan met iemand, of hè, ze hebben een leuke date, of die, nou dan doen ze double dutch, hè, noemen ze dat dan ook. Hè, dan betaalt de vrouw voor zichzelf en de man voor zichzelf. En dan heb je ook nog dat je, dat ze gaan splitten. Dat is ook zo typisch Nederlands. Hè. Buitenlandse mensen is echt grotendeels heel anders. Hè. Toen ik in het buitenland woonde, ik zweer je, als je sowieso een tegen een man zei, hè, die uit het buitenland kwam, bijvoorbeeld ik zeg maar wat Marokkaans of Iranees of weet ik, ergens uit het Midden-Oosten, dat zijn nog wel grotendeels echte mannen. Ja, althans wel mannen die de vrouw zeker niet laten betalen. Of dat ze toch nog, op dat gebied manieren hebben gekregen van hun vader en moeder. Hè? En eigenlijk betalen die nog steeds voor hun hele families. Ja? Die onderhouden ze nog. En die mannen zijn vaak ook allemaal wel zelfstandig geworden. Of hebben iets zakelijk, zijn ze ergens mee bezig. Zo dat ze het gezin kunnen onderhouden. En anders, je moest ook een bruidschat, hè, brengen. Want anders krijg je die vrouw niet eens. Veel is natuurlijk ook allemaal anders geworden tegenwoordig. Maar vroeger was dat gewoon standaard. Bij ons in Nederland was dat vroeger eigenlijk ook wel zo. Maar het is helemaal verbasterd eigenlijk. Dus de mannen die voelen zich geen mannen meer. En de vrouwen die voelen zich geen vrouw meer. En die zitten dan nu alleen nog maar te klagen. Ja, ik moet alles. Ik moet en voor die kinderen zorgen. En ik moet gaan werken. En ik moet het huis schoonmaken. En ik moet de dieren uitlaten. En ik moet, weet ik het veel, wat die allemaal doen. Dus ja, maar je hebt het zelf gecreëerd. Ik bedoel, je begon al bij de eerste date van, goh, zullen we splitten of zal ik betalen? Of hoeveel krijg je van me? Nou, ik zweer je, ik nam vroeger nog niet eens een portemonnee mee, joh. Echt niet. Als ik met een man uit eten ging, ik bedoel, als die nog niet eens mijn etentje kan betalen, hoe kan hij godsnaam in de toekomst voor mijn kinderen zorgen? Nou, en dan zullen er wel mensen zijn, want dan hoor je dan ook. Ja. Nee hoor, je moet onafhankelijk zijn. Tuurlijk, hè? Je moet je eigen zaakjes hebben, je eigen bedrijf. Dat is ook hartstikke leuk. Ja? Je moet elkaar daar ook in steunen. Hè? Of dat je juist een beter mens van elkaar wil maken. En dat je wilt groeien met elkaar. Hè? En dat je, dat moet helemaal niet een gevoel zijn van, dit is van mij, dat is van jou, weet je wel. Of, dat is dan ook ingekomen. Ja, dat is ook zo'n manipulatie. Hij moet niet denken dat ik een gold digger ben. Ja, toen kreeg je dat. Dus heel veel vrouwen hadden een angst. Ja, dadelijk denkt die man dat ik op zijn geld uit ben. Ja, dus nee, ik betaal wel de helft. Of nee, ik doe wel mee, dat is ideaal natuurlijk. Maar zo heel veel mannen die ik ook spreek, die voelen zich met zo'n vrouw ook niet meer echt die man. Hè? Kijk, als je niet veel hebt samen en je bent eenmaal in een relatie met alle liefde, tuurlijk, dan hoor je samen voor dat gezin te werken of te helpen of te steunen. Maar zoveel relatiebreuken hoor ik. Zoveel problemen die in relaties zijn. Dat ze uit elkaar gaan. Dat ze het niet meer met elkaar kunnen vinden. De gesprekken zijn ook helemaal niet meer, informatief met elkaar. Ja? De communicatie is weg. Doordat ze juist allebei werken, worden ze dus, groeien ze uit elkaar. Ja? Vroeger had je gewoon, als die man thuis kwam, dan had je die vrouw vaak toch, hè, dat ze thuis was. En dat ze lekker eten voor je had gemaakt. En nou zeg ik niet, want ik ben totaal geen huisvrouw, maar ik hou wel van de gezelligheid. Ik vind wel dat je elkaar moet helpen. Kijk, ik werk zelf ook heel erg veel. En mijn man ook. Maar ik vind het wel belangrijk dat mijn kind voorgaat. Ja, dus ik ben er altijd voor mijn kind. Dat geef ik natuurlijk ook thuisonderwijs, dus ik ben ook heel veel met mijn kind. Ja, en hoeveel gezinnen zie je tegenwoordig, doordat er zoveel verdeeldheid is, en die emancipatie, want dat is natuurlijk waar ze je heen wilden hebben, dat ze allebei natuurlijk belasting gingen betalen. Want dat is natuurlijk, dat levert het nog meer op. Dus die vrouwen moesten geëmancipeerd worden. Dat zit er allemaal achter, hè.
Dat hoort, de enige mantra's die je dan hoort. Nee, vrouwen moeten voor zichzelf gaan zorgen. En moeten geëmancipeerd worden. En moeten niet afhankelijk zijn. En helemaal eens, dan heb je een man die misschien een ego is. Ja? En die natuurlijk misbruik van de situatie gaat maken. Of als de vrouw van de man gaat scheiden. Ja, dan was die, ja, die vrouw had geen werk. Die kon niks. Ja, die was met die kindjes dan alleen. En dan had je vroeger gewoon een goede regeling ook. Als je ging scheiden. Dat je dan tot aan dat je een nieuw huwelijk. Of als die vrouw een nieuw huwelijk gaat beginnen. Dan pas stopte je met alimentatie. Volgens mij is dat tegenwoordig verkort in heel veel situaties. Dus hoeven ze niet meer alimentatie te betalen. Tot aan dat die vrouw een nieuwe relatie gaat beginnen. Volgens mij. Nou, volgens mij is dat nu een bepaalde. Volgens mij 10 jaar of zo. En ja, daar wilden ze natuurlijk allemaal vanaf. Ja, en ik vind dat je allebei je kracht moet inzetten en je vlijt, hè, om gewoon die relatie te laten slagen. En dat was vroeger gewoon, deden ze daar veel meer hun best voor. Natuurlijk gingen daar mensen ook vreemd. Natuurlijk gebeurde er allemaal raar, maar mensen scheiden daar minder, omdat ze ook de consequenties dan moesten gaan dragen als ze het samen niet met elkaar gingen oplossen. En tegenwoordig is het zo van, nou ja, nee, ik krijg niet genoeg aan als ik ga, ik ga scheiden. Of, oh, nou ja, weet je, dan neem ik toch gewoon een ander. Of dan nemen we toch gewoon ergens anders nog een kind. Of dan doen we het toch even zo. Of, die kinderen, die blijven nou maar bij de man. En dan gaat de vrouw, gaat nou maar lekker ervan door. Tegenwoordig zie ik heel veel rollen die omgedraaid worden. Die kinderen, die worden tegenwoordig maar op de school gedumpt. En bij opa en oma's, als er opa en oma's zijn. Of, ik ben zo blij dat die scholen weer beginnen. Ik weet niet hoeveel moeders ik alweer spreek. Ja, die het helemaal zat zijn met die vakanties. Dat ze zo blij zijn dat die kinderen weer naar school gaan. En dan denk ik, ja, ik ben ook blij dat ik weer eventjes aan het werk kan. Ik snap ook echt wel, weet je, het is ook best zwaar om elke dag met je kind bezig te zijn. Weet je, kijk, je hebt toch een ander niveau gekregen. Je bent aan het groeien, je bent volwassen geworden, je hebt andere interesses. En om elke dag te spelen met je kind is soms best zwaar. Dat snap ik heel erg goed. Alleen, ze vinden het met 2 uurtjes al erg, weet je wel. En dan zien ze het de rest van de dag al niet, of de hele week al niet. En dan hebben ze het een keer en dan is het al gezeur. En ze worden ook met elkaar beïnvloed, weet je wel. Al die moeders en zo. Oh, poef. Oh nee hoor, nee, ik ben moe. Ik moet er niet aan denken hoor, dat het de hele dag thuis is. Ik hoor al moeders zeggen, jongens, dat je... Die zeggen van, oh nee hoor, nou is het te verkouden en dan moet het thuis blijven. Want ja, het moet in quarantaine. Nou, het gaat maar mooi een test doen hoor. Want laat het kind maar 40.000 keer testen, maar het blijft zeker niet thuis. Dan denk ik van, nou dan moet ik mezelf echt inhouden dat ik niet uit de school te klap. Want goed, dat kan ik ook eigenlijk gewoon niet. Dus ik zeg ook gewoon van, nou ik weet het niet hoor, maar... Vind je dat normaal of zo? Om je kind zo'n stok alleen al in zijn neus te laten stoppen. Ik bedoel, weet je hoe zeer dat alleen al doet? Doe normaal. Maar ja, die zijn dan zo gestrest met zichzelf. Die trekken het gewoon niet. Nou, en ik vind dus dat die hele maatschappij helemaal uit elkaar getrokken wordt. Met die met alleen al wat ik zeg. Hè, de vrouw die tegenwoordig achter de mannen aan zit. De man al ten huwelijk vragen. Die mannen die zijn tegenwoordig, die hebben het voor het kiezen. Dus die zijn helemaal van, nou, dan hebben we morgen toch weer een ander. En dan hebben we morgen toch weer een ander. En overmorgen weer een andere. Maar vrouwen en mannen zijn gewoon lichamelijk anders. Ja, dat weten we allemaal. En dat kan je niet genderneutraal maken. Dat kan gewoon niet. Ja, er is een man en er is een vrouw. Ja, en dat zijn allebei hebben ze hun eigen hormonen. En de ene hormoon is meer versterkt dan die andere hormoon. Dan heb je natuurlijk ook de man die seksuele energie anders ziet dan liefde. Dat is ook natuurlijk gecreëerd, hè mensen. Dat is allemaal een vrijkaartje. Het is gecreëerd om in die lage energie te blijven. Ja, want vroeger werd het ook heel veel gezegd. Tegenwoordig hoor ik het nog hoor. Ja, nou laat die man maar gaan, want dan hoef ik hem ook niet zoveel te geven. En dan hoor je die man zeggen, ja, nee, en hun mannen hebben dat af en toe nodig hoor. En ik voel er niks bij. Het is gewoon een, ik voel niks voor diegene. Het is gewoon even dat ik mijn lusten kwijt ben.
Ik spreek heel veel van dat soort mensen. En dat is niet erg. Dat is nou eenmaal zo wat ze geleerd hebben gekregen. Alleen die relaties zijn niet meer sterk. Ja, het is geen team meer. Als je een echt team bent, ga je voor elkaar door het vuur. Doe je alles voor elkaar. En verbeter je elkaar naar een beter mens. Maar als jij dus van één bij de ander iets mist, dan betekent dat er een communicatieprobleem is. Ja? Dan kan er of niet over gepraat worden, of de ander snapt het niet, of die ander heeft een heel ander, misschien getraumatiseerd in het verleden, of andere dingen meegemaakt in hun jeugd. En die vrouw heeft dat ook. En dan botst dat, en dan ja, gaan ze een beetje als broer en zus met elkaar om, of ze denken, nou ja, laat maar gaan. Of hè, ze accepteren dat dan maar van elkaar. En ik heb ook wel eens bij die festivals, zoals Wasteland en zo gewerkt. Nou, echt heel, heel heftig wat je daar allemaal meemaakt. En ja, dat is zo'n lage energie van, ja, alleen al pornografisch is het. Nou, je kan het niet eens meer, je kan het niet eens met iets vergelijken. Het is zo bij de beesten af eigenlijk wat daar allemaal gebeurt. En nee, in mijn werk, als ik dan die mensen spreek, kijk, op zich, de relaties van die mensen, die gaan eigenlijk wel heel erg goed. Het zijn vaak wel mensen die al 40 jaar bij elkaar zijn, of 30 jaar, of weet ik wel hoe lang. Daar hoor ik wel de meeste mensen die daar het langst bij elkaar zijn. Waarom? Omdat ze elkaar totaal accepteren in hun lusten, want dat is het voornamelijk. De lustenergie die ze met elkaar kunnen delen. Dus, en met anderen. Ja, want ze delen hun vrouw of hun man met anderen. En dan zien hun dat als de ideale relatie. De meeste doen dat dus niet zonder hun partner. Dus de partner mag toekijken of samen. Hè, dan zijn we in ieder geval samen. Het is niet dat je een aparte relatie met iemand mag opbouwen. Hè, daar hebben ze dan ook wel regels in. Of een polygamische relaties, dat hoor je ook steeds vaker. Dus dat ze gezamenlijk. En nogmaals, mensen zijn best wel gelukkig wat ik hier en daar hoor. Ja, ze zijn voor hun doen, zijn ze gelukkig. Op seksueel vlak, want dat is waar ze geleerd hebben gekregen dat dat een soort van, ja, het ultieme is. Dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk is liefde ook helend, maar wat je gewoon ziet, is het is alleen maar op seksuele energie. En die hele band en zo is een soort van verstoord. Er is geen frustratie, want vrouwen zijn of mannen zijn niet jaloers dan op elkaar. Wel als er natuurlijk een relatie opgebouwd wordt buiten dat ze er samen doen. Maar ze zijn niet jaloers op elkaar. Ze laten elkaar vrij, hè, in dat soort dingen. Dus, maar ze hebben wel een regel dat ze voor elkaar blijven zorgen. Dat ze altijd bij elkaar blijven. Nou, dus kijk, als je dat met elkaar afspreekt, helemaal prima. Als je denkt van nou, dat is waar ik gelukkig van word. Helemaal doen, maar het gaat wel bij de beesten af. En de meeste wat ik toch wel hoor, zijn toch wel die vrouwen die dan toch later een bepaalde ziekte, en de man ook, ontwikkelen. Omdat ze toch een diep leed wat verdrongen is, omdat ze in het begin met elkaar zo strubbelde en emotioneel met elkaar in de war zijn geraakt. Of communicatie was heel slecht. Ze zijn door diepe dalen heen gegaan. Dat ze het uiteindelijk dan maar van elkaar accepteren. Dat ze dus vreemd gaan is het eigenlijk niet, want je bent er altijd bij. Maar dat ze seksueel erop los gaan, zeg maar. En ja, daar creëer je natuurlijk, als dat helemaal verdrongen is, bepaalde rare ziektes van die je niet wilt. En kijk, nogmaals, het is iedereen zijn vrije keus. Maar goed, nogmaals, die hele basis is van slag. Maar woorden zijn dus ja, super belangrijk. En wij moeten als mens ook weer, hè, van onze seksuele energie, wat nu in een hele lage energie zit, wat jou gecreëerd is. Hè, dus ik zeg het feministen en vrijgevochtenheid en mannen die vrouwen als vulgair zien. Of als hè, je moet maar een vrouw hebben, want dan kom je tenminste aan je trekken. Of er is een vrouw voor
voor de was en voor het natje en het droogje, wordt ook wel eens gezegd. Dan heb ik mijn natje en mijn droogje. Dus dan zit er in ieder geval vrouw thuis. Dan weet je wat je eraan hebt. Hè, je hebt er kinderen van, dat blijft dan bij één. En de rest is dan allemaal losse vlodders. En dan mag je doen wat je wilt. En dan val ik met mijn vrouw ook niet de hele tijd ermee lastig. Of andersom, dan valt hij er niet de hele tijd mee lastig. Laat haar alsjeblieft gaan. Weet je? Ja, het is totaal verstoord. Dus wat moet er eigenlijk gebeuren om die seksuele energie eigenlijk weer hoger te trekken? Want liefde is zoveel belangrijker. Als jij echt de liefde met elkaar gaat ervaren, met elkaar, ja, dus niet met alles en iedereen, want je gaat in elkaars aura. Je neemt aura's over van andere mensen. En dat hebben heel veel mensen, dat weten ze niet. Maar hoe meer jij in iemands energie zit en vooral lichamelijk met iemand deelt, dan raak je verstoord in je energie. En het kan dan zijn dat je juist afstand neemt of niet jezelf helemaal kan zijn, meer met je eigen partner. Dus dan komen daar wrijvingen uit voort. Ja, tenzij je natuurlijk alles gezamenlijk in één huis, ja, daar moet je maar van houden. Ik ben dat totaal, ja, dat moet je kunnen. Dan moet je dat helemaal op slot zetten en dan moet je het accepteren. En je hebt van die polygamische relaties. Ja, dat zijn van die hele, ja goed, dan hoor je toch ook, ik krijg het wel eens bij mij hoor, dat die mensen zo leven. En dan heb je toch ook wel die vrouwen die altijd masseur hebben. Ze één man met vijf vrouwen. En die vrouwen, ja, die krijgen dan hun aandacht tekort. Dus die man die is overspannen. Want die moet dan voor die vijf vrouwen en al hun kinderen gaan zorgen. Want ja, dat is de enige vaak die dan ook werkt. Want dat is dan toch de alfa mannetje. Daar komt ook weer het woord alfa vandaan. Dus ja, weet je, belangrijk is in een hoge energie met elkaar liefde ervaren. Liefde, echte liefde en geen seksuele energie. Dus daar ga ik jullie in de volgende video's ook wat meer over vertellen. Hoe je dus je energie kan gebruiken van seksuele energie tot genezingskracht. Want jouw seksualiteit, waarom hebben we dat gekregen? Is juist om jezelf te gaan genezen. En daar zit ook collageen in, wat dus je lichaam dus strak houdt en jong houdt. Ga jij dus deze energie verspillen, dan word je oud. Dan komt er ouderdom. Dan krijg je dus rimpels, het lichaam is een beetje uitgemergeld. Dat is ook wat ze in zo'n spuitje doen, hè, collageen, wat lichaams eigen is, hè, wat ze zeggen, om die rimpels op te spuiten en op te vullen. Maar dat zit in ons voorvocht, zeg maar. Over uitleggen wat dat allemaal precies is en hoe je dat ook kan conserveren en bijeen kan behouden. Ik heb natuurlijk giga veel drugs gebruikt. Dus ja, ik ben totaal geen voorstander van drugs. Ik ben anti-drugs. En dan kunnen wel mensen zeggen van ja, maar dit is goed, de zus is goed en bla, die bla is goed. En het interesseert me eigenlijk ook niet wat ze ervan vinden. Er wordt dan ook wel eens gezegd, jongens, weet je, dat is ook wat ik gewoon het liefst ook aanraad aan mensen. Laat je niet beïnvloeden, ook niet met drugs, want het is allemaal genormaliseerd geworden. Ik bedoel, in Nederland vooral, ik bedoel, als je in het buitenland komt, toen ik naar Amerika ging of zo, weet ik veel wat, en ik zeg van, nou, ik kom uit Nederland, Holland, hebben ze nog nooit van gehoord, dan zeggen ze Holland, Nederland. Maar als ik zeg Amsterdam, zeg Amsterdam, een beetje prikkie prikkie. En dan denk ik, ja, dat kennen ze dan. Dan ben je ook helemaal in, hè. En dan denk ik, mensen, dat is toch eigenlijk niet de bedoeling, hè. Dat je dan helemaal in bent vanwege de drugs en dat soort dingen. Nou, maar dat is dus ja, wat helemaal genormaliseerd wordt. Want ja, dan voel je je zo goed door. Ik heb ook wel, of dan voel je je zo goed door en zo. Ik heb wel eens van mensen gehoord, hè. Want praten ze met je en dan zeg je van ja, maar goh, waarom gebruik ik bijvoorbeeld die pilletjes? Ik bedoel, ik heb heel veel op festivals gewerkt voor mijn werk, dus mijn kaart leggen. En het is echt wel hard nodig om de mensen zeg maar in een positievere vibe of in een goede vibe met zichzelf te brengen. Ik zeg natuurlijk, de meesten die drugs gebruiken hebben ook spirituele ervaringen. Dat is ook natuurlijk logisch, want je komt in een hogere energie, hè, terecht. Maar het is voor een korte duur. Daarna val je als een malle in een gat. En het maakt gewoon het geeft je een hele hoge boost.
al die hormonen worden, die endocrine klier die wordt geactiveerd. En de oxytocine, het knuffelhormoon. Mensen willen lief doen, knuffelen, kutje, kutje, kutje. De hele dag willen ze knuffelen en alles is zo mooi en is zo verliefd. En het ligt er ook weer aan wat voor soort drugs je natuurlijk hebt, want het werkt allemaal op verschillende hormonen. Nou, heb je weer natuurlijk cocaïne, nou dan sta je de hele tijd zo, druk. Ja, je bent klaar wakker. Ik sprak wel eens mensen, ja, weet je, dan deden ze dat omdat ze dan beter konden werken. Ik bedoel, de meeste artiesten worden ook allemaal aan de drugs gebracht, want dan hebben ze een langer uithoudingsvermogen. Want dan houden ze het langer vol en dan kunnen ze gewoon heel veel shows doen. En ja, tuurlijk willen die managers dan of die gasten die er allemaal geld aan verdienen, dat ze veel drugs gebruiken. Ze strooien het zelfs in je eten. Dat je denkt van, waar gaat dit de godsnaam over? Ik heb echt de meest bizarre verhalen gehoord. Ook allemaal van mensen die, dat er ook drugs in hun drinken wordt gegooid. Om natuurlijk maar iemand te misbruiken. Of, weet je, en dan denk je, ja maar jongens, ja maar nee, je voelt je zo lekker als je drugs gebruikt. En heb je het wel eens geprobeerd? Je moet het echt eens een keer proberen. Of ayahuasca, of oh ja, nee, ayahuasca dat brengt je in een hogere extase. En Ja, je moet het echt een keer doen. Kijk, en zo begint het dan. Hè? Zo proberen ze je te beïnvloeden. Dat je het dan maar neemt. Omdat je denkt, ja, nee, je moet alles maar een keer geprobeerd hebben in je leven. Hè? Of dan heb je ook wel eens van die ouders. Ja, ik heb liever dat je het probeert als ik erbij ben. Als ik er niet bij ben. Dan denk ik, ja, maar ja. Nou, je stimuleert het alleen maar. Het is niet dat je het wil verbieden. Nee, het is informatie meegeven aan je kind. Weet je? Ja, maar ja, ik ben ook jong geweest. En ja, we gaan toch allemaal een keer dood. En dan denk je, ja, maar jongens. Ja, maar dat komt omdat die mensen gewoon totaal niet meer weten wie ze zijn. Ja, ze denken, dus ze weten al helemaal niet waarom ze hier op deze planeet zijn gekomen. Ja, soms vraag ik mij dat ook wel eens af. Want dan denk ik ook wel eens van, in godsnaam, waarom ben ik hier op, in godsnaam gekomen? Ja, ik leg ook helemaal in de deuk. Want nu zag ik laatst ook weer een of ander artikel voorbij komen. Maar ja, je hebt natuurlijk heel veel met het woord trans. Hè. Je hebt transgender en je hebt de transhumanist en je hebt de weet ik het veel, trans nog wat. Hè, de verandering die je meemaakt. En ik zag een man die zegt van ja, ik ben trans-Atlantisch. Want ik ben eigenlijk een Amerikaan, maar ik ben geboren in een Duits lichaam of zo. Dan denk ik, nou, ik ben trans-Pleiadisch. Ik ben verkeerd geboren op deze planeet. Ik hoorde eigenlijk op de Pleiade te zitten. Ja. Maar ja, en dan denk ik. Nee, maar ik denk echt wel eens, deze planeet, daar ben ik echt niet. Hier hoor ik niet thuis hoor. Ja, kijk, nogmaals, de planeet zelf is prachtig. Hè? Het is een prachtige planeet. Een mooie aarde. Nou, alles is eigenlijk ook op voorbedacht. Dus. Maar dit is echt, denk je wel eens nou, deze planeet is de psychiatrische inrichtingen van het universum. Ja, goed. Dat zijn natuurlijk, daar denk je wel eens over na. Nou, wat is dit? Maar goed, over dat drugs gebeuren. Kijk, drugs is natuurlijk een woord wat ook gewoon, de drugstore is natuurlijk ook in Amerika wordt dat natuurlijk al zo genoemd, hè, waar je de medicijnen vandaan haalt. Nou, dat zegt al genoeg, hè, dat het een drugs is, iets, het heeft invloed op jouw lichaam, waardoor waar je zelf dus niet echt de grip meer op hebt. Hè, dus nogmaals, heel veel drugs, althans vroeger, kwam het van de geneeskrachtige kruiden vandaan. En heel veel is tegenwoordig synthetisch geworden. Ja, is gemanipuleerd. Het is niet meer echte natuurproducten. Daarom wordt het ook niet meer geneeskunde genoemd, maar medicijnen die mensen studeren. En dan denk je van, medicijnen vroeger, waar ze dacht je echt van, nou, hij heeft medicijnen gestudeerd. Dat is toch wel heel erg interessant, hè? Als die medicijnen hebt gestudeerd, dat is goed. Dat heb je een goede studie achter de rug. En nu denk je, ja, het zijn medicijnen. Dus het zijn eigenlijk allemaal etiketten en bijsluiters die je dus moet gaan lezen. En eigenlijk uit je hoofd ongeveer moet leren. Ja, en dan meestal zoeken ze ook nog alles op Google. Of bij hun eigen van database, medicijn, ja, waar kan het ook alweer bij? Oh, iemand heeft nierklachten, nou welk medicijn heeft hij dan nodig? Het is niet meer dat ze de oorzaak behandelen. Hè? Kinderen, jeugd, ik raad iedereen gewoon aan. Ik geef alleen maar een tip. Laat je nooit misleiden tot drugs. Ja, de drugs die wij tegenwoordig kennen.
Ja, en er worden steeds bizarrere drugs uitgevonden. En er wordt alleen maar een soort van wauw-effect aan gecreëerd. En we weten allemaal dat het je leven kapot maakt. Je hersencellen afbreekt. Je sterven letterlijk af. En er zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar CBD-olie is hartstikke goed. Of wietolie is hartstikke goed. Of, ja, maar wiet, daar word ik zo rustig van. En tuurlijk, kijk mensen, als jij een of andere ziekte hebt of een of andere, weet ik het veel, wat. De oorzaak ligt altijd in je gedachtes. Ja? Maar omdat heel veel mensen bang zijn om zelfreflectie te hebben. Of om te kijken van, nou, waar ligt nou eigenlijk de oorzaak. Het is ook grotendeels niet geleerd. Maar als het je vertelt van, goh, jongens, verander je eigen gedachten. Denk positief. Vinden mensen vaak te moeilijk. Worden ze moe van. Zijn ze te lui voor. Of vinden ze ook eng. Want dan moeten ze over zichzelf gaan nadenken. Komen ze dichter bij hun traumatische ervaringen uit het verleden. Nou, wat doen ze dan? Wiet roken om alles maar af te stompen. Beter te kunnen slapen omdat ze slaapproblemen hebben. Of omdat ze denken van, nou, ik verdrink alles. Hè? Dus gaan ze aan de alcohol. Of ze gebruiken een bepaald drugs zodat ze er niet meer aan hoeven te denken. Heroïne geeft je een gevoel van een orgasme, zeg maar. En alleen maar om jou in dat gevoel te houden van het hele korte moment dat je even lekker bent. Dat je echt, oh heerlijk, het voelt me eventjes heerlijk. Maar wat ga je krijgen? Je ziet het ook aan de ogen en de kleur van de ogen al. Van mensen die heel veel wiet roken bijvoorbeeld. Die worden bruin. Het wit is niet meer wit. Ja, dat wit is een beetje gelig of het is bruin. Nou, dan denk je echt van, oké. Ze krijgen ook een sloom uiterlijk. Je ruikt het ook. Ik ruik gewoon aan mensen als ze cocaïne gebruikt hebben. Ja, ik ruik het. Het is een hele vieze, klamme geur. Ja, vies, klef, klam. Ik kan het niet uitleggen. Ja, en sommigen denken van, oké, ze ruikt het. Je ruikt het niet alleen, je ziet het natuurlijk ook aan de pupillen. Nou, en als ik dan op die festivals heb gewerkt, jongens, dan moet ik echt 3 dagen daarna bijkomen van alle energieën, invloeden die mensen hebben. En kijk, tuurlijk, ze zijn in een happy vibe, ja, op dat moment, hè, omdat ze een pilletje hebben genomen waarvan zij knuffelhormonen hebben ontwikkeld. Hè? Een betere, een hogere dosis van knuffelen. En dan willen ze, zijn ze lief en oh happy. En de meesten hebben dus spirituele ervaringen ook. En ze weten ook wel, hè, zijn wat gevoeliger. Maar worden allemaal niet erkend in hun jeugd of bij hun ouders. Ze voelen zich eigenlijk niet meer, ze resoneren niet. En dat resoneert dan op dat moment wel met die drugs. En dat is eigenlijk waar iedereen ook heen wil. Iedereen wil ook heen naar die liefde. Maar die liefde, die kunnen we zelf ontwikkelen vanuit onszelf. Ja, en niet omdat we een of ander iets externs nodig hebben. Zoals drugs of weet ik veel, een of ander iets waar je je beter door voelt. Wij moeten onze gedachtes gewoon weer gaan perfectioneren, gaan selectiever gaan worden met hoe we met onszelf omgaan. Ik heb hele mooie affirmatieposters. Nou, velen die bij mij de eerste video al hebben gezien, die weten dat. En ik heb voor jullie speciaal in deze maand 20% korting op de posters. Dus alleen voor mijn lieve YouTube-kijkers. Dus de rest weet het niet. Alleen degene die kijken. Dus 20% korting. Ik hou van mezelf is deze poster. Maar de couponcode is ook ik hou van mezelf. Het ligt om ik hou van mezelf te schrijven. Want het is hartstikke goed natuurlijk. Herprogrammeer jezelf met positieve woorden. Nou, dit is de poster welvaart. Ze zijn ook allemaal gelamineerd. Je kunt ze overal ophangen. Ik kan ze ook cadeau geven. Superleuk cadeau trouwens. Ook al heel veel mensen over gehoord. En ook bedankt ook voor al jullie aankopen. En jullie lieve reacties. Ik hou van jullie allemaal. Je angst overwinnen. Nou, en allemaal in de positieve schrijftaal. Like hebben we dan veranderd in lukken. L-U-C-K van geluk. En zo zijn er heel veel woorden die ik gewoon anders heb gebruikt. Om beter, nog meer krachtig effect op het lichaam, geest en ziel te hebben. Dus liefdevolle relaties, zelfvertrouwen en gezondheid. Dus op de losse posters krijg je 20% korting met de couponcode ik hou van mezelf. Nou lieve mensen, ik hou van jullie. En ben je nog geen abonnee, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. En misschien een enkele video meer van mij. Doei!